allemaal, welkom bij een nieuwe video op Pinkit.nl. Mijn naam is Bianca en ik heb vandaag eindelijk weer eens een etels en een kruidvat shopblog. Het is alweer even geleden dat ik daar echt flink heb geshopt. En ik dacht nu vorige week toen ik dit heb gekocht, 2 weken terug inmiddels, ik ga eens even lekker rondneuzen. Ik heb een aantal spulletjes gekocht en die ga ik vandaag aan jullie laten zien. Ik begin met mijn kruidvat aankoopjes. Ik zag 2 limited edition Nivea Silk Mousse. En ik vind de normale, je hebt nog meer normale varianten hiervan, super lekker. En dit is met rubber, raspberry en lemon moringa. En ik had ze al een beetje geroken in de winkel en zo, want er stond zo'n tester. En oh, zo lekker allebei. En het was nu 1 plus 1 gratis. Dus dacht, die gaan alle 2 mee. En dan gaan ze lekker de douche in. Ik ga hier geen aparte review over schrijven, want ik heb al een review over de normale staan. En ze zijn al fijn en deze geuren lijken me ook gewoon helemaal top. Mijn dochtertje had gevraagd dat als ik toch naar de Kruidvat ging of ik de nieuwe anti-klitspray van de Kruidvat Keratin Hair Repair wilde meenemen. Deze hadden we al, maar die is echt bijna op. Ze gebruikt hem elke dag. Ze heeft wat langer haar en dan komt ze er wat makkelijker door met de borstel, zeg maar. En ik dacht, nou ja, die neem ik mee. Ik vind hem zelf eigenlijk ook lekker. Dan als je een beetje inspray ruikt je haar ook nog een beetje ernaar. Het heeft een heerlijke geur, het werkt en het is echt super goedkoop. Dus dacht ja. Dus mocht jij zelf ook last hebben van klitten, dat je er moeilijk doorheen komt, of je dochtertje, of misschien zelfs je zoon. Ik bedoel, je kan het altijd proberen. Bij ons werkt die. Omdat het mooie weer is, ben ik ook wat meer dat ik driekwartsbroeken draag, en een shirtje met korte mouwen en zo. En dan moet je wel natuurlijk, dus het was zo fris om je eigen te ontharen. Nou doe ik dat eigenlijk altijd met een speciaal scheersysteem en zo. Maar ik heb ook wat wegwerpscheermesjes weer gekocht. En daar dacht ik van, ik neem ook een scheertje al een keer mee van de Kruidvat. Dit is Flower Festival White Flowers. En over deze heb ik gek genoeg heel veel goede dingen gehoord. Ik bedoel, over scheergels en zo, scheerschuim hoor ik nooit zo vaak iets. Want het is vaak wel prima. Mensen gebruiken conditioner en douchegel om hun benen te ontharen. Maar ik dacht, nou ja, ik ga het gewoon proberen. Ik bedoel, het komt vast wel op. En als ik het niet gebruik, dan zal mijn vriend het misschien nog opmaken. Opnieuw zijn deze 2... reinigers van Garnier. Garnier Skin Active Micellar Reinigingsgel. En je hebt de roze variant, die is voor de gevoelige huid. En je hebt de groene variant, die is voor de gevoelige en gemengde huid. Nou heb ik het eigenlijk allebei een beetje. Dus ik dacht, weet je, ik koop ze gewoon alle 2. Ik ga ze gewoon alle 2 proberen. Ik weet niet of ik dit ga echt reviewen op Pinkit.nl. Want ik weet dat de afgelopen weken dit bij elke blogger onderhand of influencer op Instagram is voorbij gekomen. Dus mochten jullie hier nog echt een review van willen zien of van iets anders wat ik in de video laat zien vandaag, laat het dan hieronder even weten. Want dan, ja, dan ga ik daarmee aan de slag. Maar anders gaat het gewoon lekker de badkamer in. En vertel ik het tijdens een empties ooit wel een keer wat ik ervan vond. Of bij een weggegooid. Als het niet zo heel fijn was. Dus er komt vanzelf een mening over. Maar het ligt aan jullie of het dan in review komt. Of gewoon in de video even snel tussendoor bij de empties. En tijdens het rondsnuffelen zag ik in één keer de Essence Life is een festivalcollectie staan. En daar zag ik de Refreshing Hair Fragrance. En ik dacht, ik neem een flesje mee. Dat is handig voor in je haartas, dat het even lekker ruikt. En als ik het niet ga gebruiken, gebruikt mijn dochter het vast wel. Hij ruikt lekker fris en toch zoet tegelijk. En het is echt een girly verpakking ook. En het ruikt lekker. Ik dacht, ja, ik neem hem gewoon mee. Ik ben zelf gek op maskertjes. En toen ik het Kruidvat Soleil After Sun Care Aloe Vera Sheet Masker zag, dacht ik, hey, die ken ik nog niet. En dat klopt, want er staat ook nieuw. Dus als je aan het zonnen bent geweest of gewoon heel warm hebt, dat je, weet je, Aloe Vera is sowieso lekker verkoelend. Het hoeft niet alleen na het zonnen. Ik bedoel, ik heb op het moment ook koorts. En ik denk dat zo'n maskertje dan ook heel erg lekker is om te gebruiken, lekker verkoelend. Dus ik denk dat ik dit ga gebruiken voor of een keer in de video, of een Mask Monday, of in een vlog. Of dat ik gewoon een keer denk, de camera is niet aan, ik ga hem gewoon gebruiken. En dan horen jullie ook wel weer wat ik ervan vind. Maar ik vond het zo leuk. Ik denk Aloe Vera, dat is verkoelend. Zie je niet heel vaak inzien, maskertjes, vooral niet bij de drogisterij. Dus ik denk, die neem ik mee. En als ik hem lekker vind, haal ik er voor zelf nog wel een keer een paar bij. In make-up producten gekocht eigenlijk, zie ik nou pas de rest allemaal verzorgingsproducten. Maar ja, die had ik nodig, dus dan koop je dat. En ik had de Catrice Prime & Fine Eyeshadow Base nodig. Dit is de 5e of 6e keer dat ik hem opnieuw heb gekocht. Ik vind hem heel fijn werken. Hij zorgt dat de oogschaduw mooi blijft zitten, langer blijft zitten. Gewoon, ik kan niet zonder en het is een betaalbaar product. Mocht je nog op zoek zijn naar een goede oogschaduwbasis, probeer hem zeker eens een keertje uit.
mijn aankoopjes zonder ethos. Ik moet zeggen, ik heb daar iets minder gekocht. Want ik had al wat uitgegeven bij de Kruidvat. En eigenlijk ging ik naar het winkelcentrum toe om iets te halen. Bij de Jumbo was dat. En ik wilde naar huis fietsen. Eigenlijk gelijk, maar het begon te regenen. Daarom ben ik de ethos van de Kruidvat een beetje ingevlucht. En voor ik het weet had ik allemaal spulletjes gekocht. Maar zo had ik ook nog wegwerpscheermesjes nodig. En die van ethos huismerk ken ik eigenlijk zelf nog niet. Maar koop ik Laser to Lady of van Action is dat volgens mij. Of van Wilkinson of Gillette heb ik dan ook. Maar ik dacht, nou, die van Edel zullen het ook vast wel goed doen. Zien er in ieder geval leuk roze uit. En het zijn 5 stuks met 2 mesjes, zeg maar. Meestal heb ik 3 mesjes, ben benieuwd. Nou ja, het zijn wegwerpscheermesjes, ze zullen het vast wel doen voor die paar keer. En ja, ik had ze nodig. Wat we voor in huis nodig hadden, dat is de Palmolive Cuisine Handgel. En ik dacht eigenlijk dat het olijf was toen ik het kocht, maar ik zit nou beter te kijken. Het zijn limoenen, dus hij zal ook wel lekker fris ruiken. En ik heb het één voor de keuken meegenomen en één voor in de badkamer. Ze waren in de aanbieding, dus we nemen gelijk 2 mee. Wij gaan echt heel snel door zulke handzeep, dus ja, ik koop altijd zo goedkoop mogelijk. Of met een aanbieding gelijk 2. Het is niet zo heel boeiend, maar we hadden het nodig. Vorige week was ik een beetje in een opruimwoede. Mijn dochtertje, die is 9. Dochtertje. En ze laat soms nog wat slingeren. En dan zeg ik, ruim het op. Of ik gooi het weg. En normaal meen ik dat niet. Maar ik had vorige week echt zo'n aanval dat ik dacht van, ik heb het een paar keer gevraagd. En als je het niet doet, heb je pech. Dus toen heb ik een paar dingetjes weggegooid. Geen belangrijke grotere dingen. Maar met opruimen heb ik toen wel per ongeluk haar haarborstel weggelegd, gegooid, opgeruimd. Waarschijnlijk kom ik hem nu weer tegen, maar kon hem nergens meer vinden. Dus ja, weet je, dan koop ik weer een nieuwe, want ik heb hem zelf kwijtgemaakt. En ik heb er een van Zenna uitgekozen voor. Dit is een anti-klitborstel, dat hebben we echt nodig. En dan vooral dan met die anti-klitspray van de Kruidvat. Perfecte combinatie. Zo'n borstel had ze al, maar dan iets andere vorm. En deze is mooi met roze en met wit. En hij ziet er super gaaf uit. En ik zat te denken, ik heb zelf ook nog een nieuwe borstel nodig om er zelf misschien ook een te gaan kopen. Maar dan in een andere kleur, zodat we weten, de roze is voor haar, de andere kleur is voor mij. Maar we gaan hem eerst bij Sterre uitproberen of dat hij ook echt fijn werkt. Want er zijn tegenwoordig zoveel anti-klitborstels op de markt, maar niet alle werken even fijn. Dus ik ben benieuwd wat het bij haar haren gaat doen. En ja, ik moet gewoon de volgende keer als ik ga opruimen of in zo'n bui ben, niet alles gelijk heel goed wegleggen, want dan moet ik alles maar opnieuw blijven kopen. Als laatste heb ik iets voor mezelf gekocht, namelijk iets van Birds & Bees. Dit is een Lemon Butter Cuticle Cream voor je nagelriemen. En dit stond eigenlijk al weken op mijn wishlist. Het is gewoon een heel, heel fijn product. Zoiets als Lemony Flutter van Lush, maar dan van Birds & Bees. En dit is gewoon bij de drogisterij te koop. Wist ik eigenlijk ook niet, want ik zag het liggen bij de eten. Dus dacht, waarom heb ik het niet eerder gehaald? Het ligt er gewoon. Dus dit schijnt ook super lekker te ruiken. Ook fris naar limoen. Ik ga hem nog niet openmaken. Maar normaal ben ik niet zo heel erg bezig met mijn nagels en mijn nagelriemen. Maar sinds een tijdje probeer ik ze weer te laten groeien. En wil ik ook mijn nagelriemen verzorgen. En ik dacht, gelijk een goed voornemen. Ik haal hem, doe hem in mijn handtas. En ga mijn nagelriemen gewoon, nou ja, tussendoor overdag of zo een keer verzorgen. Dan vergeet ik het niet. En ik ben heel erg benieuwd wat dit voor mijn nagelriemen gaat doen. Weer allemaal aankopen van de ethos en de Kruidvat. Willen jullie ergens een review over terugzien op videovorm of in een artikel? Laat het hieronder even weten in een reactie. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende video.